We hebben gehoord dat de gemeente al het brandbare en dus ook voor jullie warmhoudende spul wil verbieden. Hoe denken jullie daarover? Wat gaan jullie ermee doen? Is alles al weg? Of? Is alles al weg, brandbare spullen? Nou nee, alles is brandbaar. Zo simpel is het. We hebben wel veiligheidsmaatregelen met brandblussers en dergelijke. Het probleem is, het is een beetje koud hè. En ja, we willen een beetje warmte hebben. En de gemeente wil ons niet eigenlijk de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de energie die er hier rondom heen staat. Terwijl dat veilig is. Terwijl dat veilig is. Kaarsen, hartstikke mooi, brandgevaarlijk. Open vuur, ja, brandgevaarlijk. Batterijen, die vervuilen. De energie ligt hier. Wij snappen niet waarom het in andere steden wel kan en niet hier. Omdat de gemeente jullie sowieso al dus geen toestemming geeft voor het elektriciteitsnet, denken jullie dan wel dat ze jullie gaan helpen? Want daar staat een elektriciteitspaaltje op nou 45 meter hier vandaan. Ja, dat niet eens. En ja, het zou zo makkelijk kunnen, maar... Ja, daarom vraag ik me af, want jullie zeggen nou, want de gemeente die moet ons straks wel helpen, want straks vriezen ze. Nee, ze moeten niks. Tot nu toe werken we met elkaar mee. Ja, en wij mogen stroom hebben van omwonenden. Maar kijk eens, hoe wou jij hier met trolleylijnen stroom van de omwonenden krijgen? Of hier de weg aan de andere kant, dat is niet mogelijk. Nee. Ik snap het wel vanuit het oogpunt van veiligheid dat het heel belangrijk is. Maar het is de veiligste manier. Ja, maar wij snappen niet waarom het in andere steden wel kan en hier niet. Ja. Maar jullie blijven dus in onderhandeling en jullie hopen dat het gaat lukken? Natuurlijk. Wij blijven in onderhandeling en we blijven doorgaan. Vol goede moed. Ik bedoel, de Eskimo's die zitten nog steeds op het ijs te bivakeren en die hebben ook geen stroom, maar wel kaarsjes. En die hebben dan gelukkig dat even het kaarsje wat makkelijker uit kunnen maken. Maar we hebben wel brandblussers bij de hand. Ja, dus, en branddekens. Dus we zijn wel op en ons voorbereid. En hoop water. En koud hebben we niet, want we hebben allemaal een warm hart. Precies. Maar zelfs al zou dus min 10 zijn, jullie blijven hier en jullie blijven hier tot het doel is bereikt. Ook al kosten wat het kost. Min 5, min 10. Min 20. Voor mij is er geen verschil. En hier slaap ik al 15 dagen. Ja. En ik heb het nog niet één keer koud gehad. Alleen 's morgens is je bed wat nat en zo, weet je. Je moet het lichaamsvocht, je kunt het niet opdrogen. Nee. Dus het is wat lastig. En ja, we hopen dus echt op de medewerking van de gemeente. Want ja, als dingen natter en natter gaan worden, worden ze ook kouder. Gaat het binnen in de tentjes ook vriezen. En dan vriezen er straks mensen dood. Nou, die kant willen we zeker niet op.